Goedemorgen, goedemiddag, goedavond, maakt niet uit. Leuk dat je kijkt en dat je weer een video aanklikt. We gaan opmaken, maar ik heb wat dingen geshopt. Dus het is een shopblogje en een opmaakvideo. Lekker voorbereid weer. De doosjes staan hier sinds het weekend. Het is nu woensdag. En ik weet natuurlijk wat ik besteld heb. Nou, dan komt het in zo'n pakje. Die gooi je even. En nieuwe dingen, oude dingen, dubbele dingen. Wat heb ik besteld? Ik heb een nieuwe kleur van de Catrice Tinted Serum Foundation besteld. Ik vond die andere te licht. En ik zag bij Maaike van Floating in Dreams dat je aan 2 druppels genoeg hebt. Dus, nou. En ja, omdat ik het toch wil weer proberen, heb ik van Catrice ook de nieuwe Everyday Natural Lashes besteld. Maar die gaan we vandaag niet doen. Ik had 2 dingen van NYX besteld. Dat is een Soft Cream. Soft Mat lip cream. En zo'n whipped lip. Dan heb ik nog van NYX 2 oogpotloden besteld. En een zo'n jumbo ding. En van Catrice heb ik nog besteld de All Over Tint in de lichtste kleur. Die had ik in de roze kleur. Dat was de 2e kleur. Dit is kleur 010. En ik heb toch maar een keer zo'n 5-in-de-box besteld. Maar niet de nieuwe, dit is een oude kleur. Omdat het gewoon beter aansluit bij mijn smaak. Dan heb ik bij Revolution een aantal dingen besteld. Ik haal het eerst even allemaal eruit. En dat zijn ja echt. Ik weet niet wat Revolution de laatste tijd. Waar laat ik nou dat? Nee. Wat ze hebben de laatste tijd. Maar ik krijg iedere keer allemaal dingen erin die ik niet besteld heb. Banana Light. Die heb ik niet besteld. Dan vraag ik me af. Wat ik niet gekregen heb. Maar goed. Wat ik wel een nieuw heb besteld. Zijn de de Balm Glows. Dit leek me wel een mooie kleur. Om een beetje te bronzen. En ik heb de Bare Pink. Dit is de Natural Nude. En de Bare Pink. Nou, die gaan we proberen. Dat vind ik leuk. Ook hebben ze een nieuwe blush. En Highlight Glow Stick. Dus die heb ik ook besteld. Dan wilde ik de Lock Grip proberen. Dat is de eye primer die ze nieuw hebben. En verder heb ik een Glaze lipolie besteld. En deze is ook een matte lipstift, denk ik. Maar goed. Ik ga eerst een beetje van de Catrice Brightener onder mijn ogen doen, want ik ben erg moe de laatste tijd. En dat zie je ook. Ik denk gewoon dat het een soort winterdipje is. Het gaat alweer over. En dan gaan we de All Over Glow als primer gebruiken. Dat heb ik vorige keer met die roze ook gedaan. Wow, kijk dit. Het smeert niet zo fijn uit. Misschien had ik er iets onder moeten doen.
Ja, de kleur is gewoon mooi. Dat is gewoon, het is gewoon een neutrale kleur. Dan gaan we die even schudden. Vorige keer had ik de kleur 001. Dit is de kleur 004. En in de True Skin heb ik ook 004. Is dit 004? Ja. Niet dat dat wat uitmaakt. Ik ga eerst... Oké, wat ik dus vorige keer... Tenminste, een tijd geleden. Waar heb ik nou dat mesje gelaten? Zag ik een film van Rob, een filmpje van Robert Welch. En die zei, als je van die polka dot pores op je neus hebt, dan moet je daar eye primer op smeren. Dus dat gaan we doen. Oh, er zit een doofvoet in. Oh, oké. Okay. Het is doorzichtig. Ik heb geen idee wat het doet. Maar we gaan het zo kijken. Deze als ik aan het schudden. Ik had blijkbaar ook nog een glitterbom gekregen. En dit is denk ik een oogschaduwstick. Ik weet niet wat ze doen bij Revolution, maar ik krijg op een of andere manier niet waar ik om vraag. Twee drupjes. En een kwast. Zal ik het gewoon verdelen? Oh ja, deze kleur is wel beter. Nou, daar gaan we. Ja. De kleur is wel veel beter. Ik zie er in ieder geval, ja, hij lijkt, vind ik op het scherm nog wel al redelijk, maar in het echt is die kleur echt veel beter. Maar ik ga toch een beetje concealer doen. Dit is de nieuwe, nee, dat is niet deze, dat is deze. Dit was die van de vorige update, de Cover and Care. Dit is genoeg voor mij. Beter. Maar ik vind nog steeds dat het er heel erg droog uitziet. Wat is dat toch? Mijn huid is niet super droog, zeg maar nu. Hier heb ik zo'n droge, ja, een droog stuk. En daar klinkt het echt heel erg aan vast. Wat is het? Heel klein beetje vocht erbij nog misschien.
Nou, het zit hier gewoon niet, zeg maar. Ziet er hier vreselijk uit. Ik weet het niet met die foundation, jongens. Ik krijg het gewoon niet mooi. Doe even deze. Wat van de Catrice Brow Gel. Dit is de Volume and Lift. En dan doe ik altijd zo tegen de richting in. Want dan weet ik dat ik alles heb gehad. En dan weer in model. Ik denk dat die echt bijna op is. Dit is mijn slechte wenkbrauw trouwens. Zo. Die kunnen we even laten drogen. Dan kunnen we ze zo even verder invullen. Neus ziet er oké uit. Oké. We gaan voor deze Balm Glow. Oh, wat leuk. Het is een soort potje. Het is ook een beetje roze of roze goud. Of zo'n blikje is het. En er zit echt mega veel product in. Heel bijzonder. Dit is de kleur. Wat was de kleur? Natural Nude. Oké. Okay. Kijken of ik het rechtstreeks met mijn kwast op kan pakken. Want dat kan ook. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik hou ervan. Ik doe iets meer, want ik ga er nog overheen poederen. Hè? Hele toffe kleur. Je moet hem even iets een beetje opwarmen, zeg maar. Een beetje laten smelten in de... Ja, ik hou hiervan. Beetje kleur op de voorhoofd. Ja, ik... Er komt wel veel vanaf, hoor. Als je eenmaal, zeg maar... Nou, goed. Zo. Nou... Die andere kleur, die gebruiken we gewoon een andere keer. Grappig. Ik ga heel even mijn onderogen poederen. Dit is de Revolution Under Eye Powder. En dan doen we ook even het gezicht met de Bake and Blot. Maar dat maakt niet uit, want...
Ik hou wel van een glow. Maar niet van een plakkerig gezicht. Al die haren. En wat ik dan doe om het poederige effect weg te krijgen, is de fixing spray van de Action. En echt goed, goed nat sprayen. Hallo? Mooi. Even wapperen. Ja. Het ziet er nu oké uit hoor. Je ziet de kleur van de blush nog. Het is een beetje plakkerig nu. Maar er komt ook een glow door de foundation heen. Alleen dit stuk is... ik weet het niet. Goed, we gaan de ogen een beetje opmaken met deze 5 in a box van Catrice. Waar is hij? Oké, ik heb hier altijd zo'n soort blikje liggen om mijn kwast tussendoor schoon. Ah, hier ben je. Dat is van Catrice. Dat is zo'n soort sponsje. Kan je tussendoor je oogschaduwkwast schoonmaken. En omdat ik daar niet zo heel erg goed in ben, doe ik dat ook aan het begin. We beginnen met deze lichtste kleur. Die is heel licht, maar ik hou ervan. En je ziet wel degelijk dat er wat op je oog zit hoor. Het is gewoon een hele licht beige kleur. En ik maak ronde bewegingen, omdat ik kleine ogen heb, een beetje een spleetmodel. En ik heb hooded eyes, overhangende oogleden. Dus ik wil mijn ogen zo rond mogelijk hebben. Dan ga ik in de middelste kleur, om een beetje de buitenste ooghoek te doen. Ik breng er alleen een beetje kleur aan. En dan pak ik even een grote zachte brush en dan ga ik dat uitblenden, dat ik een klein beetje kleur heb, maar niet te veel. Zo.
en dan neem ik de allerlichtste. Ik heb nog mijn haren hier zo. De allereerste shimmerkleur. En die doen we dan hier aan het begin van het ooglid. Om het een beetje open te maken. Dit lijkt wel een cream. Ja, dit is een paletje wat voor mij geschikt is hoor. Echt rustig, neutraal, beige. Ik hou ervan dat. Zo, en dan pakken we de middelste kleur. Weer deze. En die doen we dan ook een beetje onder de ogen. En dan neem ik even een kleine pencil brush. En dan met die lichtste kleur gaan we dit een beetje vervagen. Het hoeft niet zo aanwezig te zijn, zeg maar. Zo. Ja, nou, het is een prima paletje. Nou ben ik niet zo'n oogschaduwkenner, maar ik prima. Even de wimpers kruiden. Het voordeel met zo'n, ik gebruik de Dior Show Overkill. Dit is mijn favoriete mascara. Ik ga toch even die ballen van mijn hand afhalen, want deze had een beetje hulp nodig. Nee, ik heb hem niet. Dit is een hele droge formule, heel dik. Ik hou ervan. Droogt snel op. En omdat mijn oogleden mijn wimpers raken, vind ik het altijd belangrijk dat deze niet smutst. Zo. Ja, ik weet dat een hoop mensen zeggen, je moet niks aan de onderkant doen van je ogen als je kleine ogen hebt. Maar ik vind juist altijd dat het mijn ogen iets groter maakt, zeg maar. Zoals even heel... Nou, die is echt bijna op. Een beetje... aanvullen hier. Nee, deze is op. Even een andere. Beetje, heel klein beetje het staartje ingevuld.
Waar ik het meest benieuwd naar ben van de lipproducten die ik gekocht heb. Was ik al bij lip? Ja, hè? Ja. Is toch de Smooth Whip. Dus ik ben gewoon benieuwd. Heel dik. Oh, kut. Ja, dan veeg ik het helemaal uit. Het is wel een donkere kleur, zeg. Dit corrigeer ik zo meteen wel even. Ja, wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Wat had ik er daar al even van trouwens? Nee. Nou. Ja. Yeah. En ik denk dezelfde trouwens. Nou. Ik vind de kleur heel mooi. Ik zou het niet elke dag dragen. Het staat wel. Het staat eigenlijk gewoon bij de ooglook ook. Maar zou het opdrogen? Ja. Bij de ogen en de blush en de lip gaan zo prima samen. Dat, ja. Misschien kan ik het een beetje blotten. Zou dat kunnen? Ja, heel erg zelfs. Kijk eens. Dat maakt hem mat. Ja. Ja, nou ja, we gaan het uitvinden. Dit was een half uurtje opmaken met mij. Ik heb verder niet zo heel veel verteld. Maar er valt ook niet zoveel te vertellen. Ik ben een beetje ziek geweest. Een beetje, nou ja, goed. Ja, nou ja, met die foundation, ik denk trouwens dat die plek komt omdat ik daar de primer heb gesmeerd. Wat ik niet had moeten doen misschien. Verder valt er niet zo heel veel te vertellen. Hoe meer ik die lip zie, hoe meer ik denk, ja, hij is niet helemaal mat hoor. Hij is niet helemaal mat. Maar goed. Prima. Ik ben bezig met die clutter. Dat heb ik gedaan. Heb ik hier twee grote tassen. Ga ik van de week met jullie doornemen. Wat daar allemaal in zit. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan heb ik misschien wel wat meer te vertellen. Ik bedenk wel wat. Maar dan gaan we meer praten dan over de producten. Wat vond ik ervan? De foundation. Ja, ik moet er even dingen. Die 5 in de box. Het is prima. Deze kleur. Ik weet niet hoe anderen het doen. Die whip lip ook goed. Die balm. Ja, die vind ik echt grappig. Ja. Nou ja. We zien wel wat hij doet. Je kan hem ook op je lippen gebruiken. Dat kan ik de volgende keer ook proberen.
En dan hebben we nog nieuwe producten over om de volgende keer te proberen. En dan zie ik jullie dan graag weer terug. Doei, dankjewel voor het kijken.